Het lichaam dat zondagmiddag aan de Westkanaaldijk in Nijmegen werd gevonden, blijkt van de 55-jarige vrouw die eerder die week als vermist werd opgegeven. De vrouw, afkomstig uit Nijmegen, is een natuurlijke dood gestorven, zo verklaart de politie. Nadat het slachtoffer werd gevonden, heeft de politie ter plaatse onderzoek gedaan. De vrouw werd zondagmiddag gevonden door drie jongens die liepen onder een viaduct nabij het kanaal toen ze het slachtoffer aantroffen. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen bezocht Dagblad NRC de Nijmeegse wijk Bottendaal. Het beeld waarmee men terugkwam is dat van een oerlings sociaal paradijs. Overal zouden privétuinen aaneengesmeed zijn tot publieke ruimtes met houten piratenforten of klimrotsen erin. Iedereen die er zijn boodschappen gaat doen, draagt een Jutetas bij zich die verraadt dat ze een groenteabonnement hebben. En GroenLinks lijsttrekker Jesse Klaver wordt er ook wel de Jesse genoemd. Het beloofde land, zo blijkt, is dus veel dichterbij dan we altijd gedacht hebben. De gemeente Wiegen wil met een sticker afvalcontainers ombouwen naar bakken voor plastic afval. In eerste instantie wilde de gemeente de containers voorzien van andere deksels. Naar schatting zou dit 1,3 miljoen euro kosten. Wethouder Agnes Schaap stelt voor om in plaats van de deksels te vervangen een sticker op de container te plaatsen zodat deze herkenbaar is voor plastic afval. Door stickers te gebruiken valt het ombouwen van containers veel goedkoper uit. Dit zou tonnen kunnen schelen.